Jongens, tijd voor een snelle selfie. Een snelfie! En nu nog even een filmpje voor de buurman. Hier. Oh, tante Sonja reageert met een leuke gif op mijn foto. Tante Sonja is nogal giftig. Ik heb geen vrienden. Mama, ik heb mijn been gebroken. Pak je telefoon. Om een leuke vakantievlog te maken? Ja. Om de fucking ambulance te bellen. Niet vloeken op mijn vakantievlog, alsjeblieft. Bruh. Heb je pijn? Mama, we zijn het zat. Die foto's zijn lelijk. Jullie ook. Die foto's zijn irritant. Jullie ook. En die foto's zijn ongewenst. Jullie ook. Wat? Oei, is mijn kom niet te dik op deze foto? Meneer, wilt u misschien een foto van ons maken? Dank u wel. Oh, kijk hoe lief. Hij loopt weg zodat hij beter kan fotograferen. Dat is wel een goed afstandje. Hij loopt wel erg ver, hè, man? Wacht eens. Hey, kom terug met Mary Ford en Samsung met een klaphoesje! Bonjour, welkom op Frans Taalkamp allemaal. We zijn dit jaar met dubbel zoveel als vorig jaar. Steek je vinger in de lucht als je er zin in hebt. Bruh. We spreken hier Frans. Wie drie keer Nederlands praat, moet naar huis. Nederlands. Mogen we nu naar huis? Nee. Of in Frans. No. Of in Duits. Nee! Wat neem je mee op Frans Taalkamp? Je goed humeur, je handboek en 100 euro cash, godverdomme! Wie heeft er op de bril geplast? Op de wc-bril, mevrouw. Nee, op mijn bril. Oké, zeg maar na. Je. Suis. Stinkt. Chouette. Naar toilet. En nu snel achter elkaar. Je suis chouette. Je stinkt naar toilet. Mevrouw, ik heb mijn arm gebroken. En français. Mevrouw, ik moet nu naar het ziekenhuis. En français. Mevrouw, ik ga dood. En français. Tijd voor een dictée. Want ik ben dik en drink graag thee. Mevrouw, het enige wat ons interesseert is de Tour de France. Ze noemen mij soms wel eens de Roue de France. Dat was zo overbodig. Jullie zijn overbodig. Mevrouw, we willen naar huis. Dat mag. Echt? Ja, naar het huisje van Eitre. Yeah. Mevrouw, alsjeblieft, help me. Ik heb pijn. Oh, vous avez pijn. Quel pijn. Une baguette? Madame, s'il vous plaît, une ambulance. Maar, wacht eens. Heb jij nu net Frans gesproken? Vanaf dat moment wist ik dat ik de man van mijn leven had gevonden. Maar blijkbaar mag je niet zoenen met studenten, dus op dat moment ben ik ook ontslagen. 112 was in noodgeval. Verschillende mensen op je begrafenis. Jij is de eerste tante. Oh nee, kind je toch? Je poetsvrouw. Opgeruimd staat netjes. Je leerkracht Frans. Wauw, jij bent een prachtig voorbeeld van de passé composé. Michael Jackson. De leerkracht van de ziekenboeg. Ben je aangereden en overleden? Daar heb ik de oplossing voor. Een ijszak! Je vader. Pas op, je moeder komt eraan, maar door het trauma gedraagt ze zich als een olifant. Succes! Je moeder. Mijn zoon. Je leerkracht Duits. Dat kind is gestorven. Je oma. Ik ga je missen. Thomas, Lucas, Sander, Sarah, Tobias, Mohamed, Klaas, Frank. Je lief. Je zus. Sorry dat ik zo vaak gemeen was. Wacht eens, heb jij nu mijn schoenen aan? Geen tekening, hoe is de gaten? Niels de Stadsbader. Je bent... leden. Mario. Mamma mia. Eindelijk een dag zonder kinderen. Mama, ik zit naast u. Sinds wanneer? Je bent letterlijk net opgehaald van school. Ah ja, dat is waar. Alleszins, ik moet iets vertellen. Ik ben zwanger. Oh nee, dat meent je niet. Welke liedjes gaat je dan zingen? En kunt je eigenlijk wel zingen? Nee, niet zanger, zwanger. Oh, gelukkig. Ik was al bang. Zijn je niet boos? Nee. Echt niet? Nee hoor. Wauw, dankjewel mama. Maar natuurlijk ben ik boos. Wie is de vader? Ruben. Onkel Ruben? Ekes, nee. Meester Ruben. Dat is nog erger! Hoe is dat in godsnaam kunnen gebeuren? Wel, stap 1 is natuurlijk oogcontact. Ik hoef geen details! Sorry. Kindje, toch, je weet niet waar je aan begint. Een kind krijgen was de grootste fout van mijn leven. Maar ik ben dat kind. Inderdaad. Ga je mij steunen, mama? Maar natuurlijk, liefje. Sinds wanneer ben je zwanger? Sinds mijn mondeling examen. Problematisch. Weet je al of het een jongen of een meisje wordt? Ja, maar ik wil nog niet dat je weet dat het een jongen wordt. Oké. En heb je al een naam? Ja, ik ben Jelena. Voor het kind! Dobberik! Ah. Nee, dat nog niet. Liefste kijkers, laat in de comments namen achter en degene met de meeste likes wint. Mama, moet je het stuur niet vasthouden? Hoezo het stuur vasthouden?
manier om in de bioscoop te zitten. Ik heb deze al gezien, maar ik vertel nog niks. Dank u. Alleen dat ze allemaal doodgaan op het einde. Yeah. Hopelijk is de persoon die voor mij komt zitten niet te lang. Ik ga nog niet te veel drinken, zodat ik zeker niet moet piepen tijdens de film. 17 secondjes later. Ik moet piepen tijdens de film. Wauw, liefje. Zo leuk dat we heel de film hebben gezoend op de achterste rij. Maar ik zat niet op de achterste rij. Wie was dat dan? Psst, wie is dat? Wat gaat er gebeuren? Is dat de slechterik? Waarom heb je mij dit gestuurd? Meneer, u zit op mijn plaats. Uw plaats is 2C. Zeg! Oh nee, de film begint bijna en ik moet nog snacks halen. Maar geen stress, want ik ben even snel als de Flash. Ik ben zo snel. Oh my god, hij is zo emotioneel. Ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Een voetschimmeltje kan iedereen overkomen. Ik ga deze chips open doen zonder iemand te storen. Je bent net zoals de platgedrukte popcorn op de grond. Iedereen vindt u misschien vies en vettig, maar ik zal je altijd lekker blijven vinden. Kan die film niet wat stiller, want ik ben hier naar een kwalitatieve video aan het kijken. Manier om in de bioscoop te zitten. Die meneer voor ons stinkt een beetje. Wat zegt je? Die meneer voor ons stinkt een beetje. Ik versta u niet. Dat die meneer voor ons een beetje stinkt. Sorry. Nu, de film The Flash komt uit op 14 juni en dat kan niet anders dan een topfilm zijn, want het gaat letterlijk over iemand in een rood, extreem strak pakje. Zoon, je mag mij alles vertellen. Oké. Dus doe maar. Wat? Al wel, vertel mij alles. Oh, niet te trut! Mama? Ik weet wat jij gedaan hebt. Dat ik gezoend heb met tante Agnes. Nee, ergens, dat zat ik mijn zus. Oh, want dat is totaal niet gebeurd ofzo. Ik had het over uw vape. Ik heb uw vape gevonden. Maar ik vape niet eens. Vapen stinkt. Jij ook. Vapen is ongezond. Jij ook. En vapen is verslavend. Jij ook. Huh? Wat? En gisteren heb je naar je vrienden gestuurd. Morgen samen zuigen. Wees je mijn berichten? Ik heb een zuigzoon. Mama, zwijg. En kijk, ik heb zelfs de verschillende smaakjes gevonden. Oh my god, mama, dat is helemaal niet van een vape. Dat is van mijn airup. Kijk, dat is gewoon water dat smaak krijgt via geur. Wauw. Dat jij zoiets ongeloofwaardig kunt verzinnen. Nee, het is echt. Zuig eraan aan je hersenen gaan denken dat het smaak heeft. Dus je denkt dat ik domme hersenen heb. Je denkt dat ik koekoek. Je. Gewoon proberen. En? 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 Ik vind het zo lekker dat ik spontaan verander in een dansend mannetje. Hoezo? Problematisch. Het geodrama in 10 seconden. Deze knappe jonge man hield van Jultje Tieleman. Isha was een beter plan, maar toch ging hij voor een fan. Vorig jaar liet Jay van Vleet een enorme break-up scheet. Gio stelde het dus wel, Athena gaf hem. Zo. Nu is er een groot drama, ik ben verliefd op zijn mama. Ja. Manieren om met een huisdier om te gaan. De boze buurman. Ik hoor geen kat in mijn tuin, Isi. Volgens mij werkt het niet. Laat ik net zoals in de films in de tuinslang kijken. Over huisdieren en films gesproken, ik mocht onlangs een stemmetje inspreken in een echte animatiefilm. De DC Club van Super Pets. Yeah! Ik speel een klein rolletje, namelijk dat van The Flash, omdat we natuurlijk zo goed op elkaar lijken. Qua lichaamsbouw. Nu in de bioscoop. Optreden, schildpad. Het lieve baasje. Oh, jij bent zo'n brave. Jij krijgt van mij een snoepje en een koekje. En een diepvriesbrochet. De opvoeder. Zit. Lig. Doe de Macarena. De eenzame man. Mijn hond is net zoals mijn ex. Het stinkt en het is weggenomen. De allergische doos. Oh nee, als ik een kat zie, begin ik mij spontaan te gedragen als Michael Jackson. Hoezo? De dierenartsbeller. Ja, dierenarts, ik denk dat mijn kat kapot is, want die heeft net een ei gelegd. Is dat de bedoeling of is daar iets van garantie op? Het rare baasje. Hetzelfde interview 100 jaar later. Naar wie kijk je het meest op? Naar mijn vader, een oorlogsstrijder. Naar Harry Styles, echt een strijder. Wat is je grootste angst? Dat de vijand binnenvalt. Dat de wifi uitvalt. Hoe heb je je lief leren kennen? Op het internet. Ik had meteen vlinders in de buik. Op het internet. Ik had meteen tinders in mijn buik. Wat is je lievelingsboek? Mijn dagboek. Mijn MacBook. Wat vind jij interessant? Chemie. Semi. Hoe zie jij je toekomst? Chefkok. TikTok. Wat doe jij en je vrienden zoal? Spelen met een bui. Spelen met een braal. Dag. Wat wil je nog bereiken? Een eigen oorlogsmonument. Een eigen Netflix-abonnement. Heb je ooit al gehoord van een DVD? Een DVD?
Dat is iets uit de toekomst, denk ik. Een DVD? Dat is iets van vroeger, denk ik. Waar ben je dankbaar voor? Mijn broers, alle 12. Ze zijn de max. Mijn iPhone 12 Pro Max. Wie is de huidige koning van België? Albert de Eerste. Gert Verhulst. Wat is het laatste nieuws? Mensen komen in opstand voor hun pensioenen. Mensen komen in opstand voor FC de Kampioenen. Hoe ziet je televisie eruit? Zo, het is iets met ultra fat screen. Zo, het is iets met ultra flat screen. Wat is je lievelingsliedje? Simpel. Simpel. En ik vlieg. Vandaag gaat jouw leerkracht aan de leugendetector. Als ze liegt, gaat het lampje branden. Hoe oud ben je? 45. 74. Waarom ben je leerkracht geworden? Ik wil eindeloos lesgeven tot aan mijn dood. Ik had eindeloos veel geld nood. Wat is je levensmotto? Met mij wordt elke les aangenamer. Sterke drank in de leraarskamer. Zijn er leerlingen die je haat? Natuurlijk niet. Ik zie ze allemaal even graag. Ruben. Wat is je duurste aankoop? Mijn minivan. Mijn man. Waar word je helemaal wild van? Chemieles. Haristiles. Waarom geef jij chemie als vak? Ik was vakloos. Ik was dakloos. Wat zou je echt niet kunnen missen? Geen enkele student. Mijn Netflix-abonnement. Heb je kinderen? Nee, maar ik beschouw de kinderen van de buurman een beetje als mijn kinderen. Ja, de kinderen van de buurman zijn wel degelijk mijn kinderen. Pest je je leerling soms? Natuurlijk niet. Dat is beneden alle pijl volgens de directeur. Natuurlijk, met mijn kledingstijl en koffiegeur. Zijn de toetsen al verbeterd? Ik heb nog geen tijd gehad. Het was druk. Ik heb al veel tijd gehad, maar ik geef geen fuck. Voor hoeveel geld zou je stoppen met lesgeven? Voor geen geld van de wereld. Voor 3 euro. Wat is jouw levenswijsheid? Ik zeg altijd, domme vragen bestaan niet. Ja, en moesten ze bestaan, dan ben ik Michael Jackson. Wat is je lievelingseten? Wat een domme vraag! Dit is vooral de Belgen. Ja, voor jullie. Wie heeft som Gertje, Kabouter Plopje, But als Soka 3? Wie drinking pils, luistering Nils en watching Semi? Philippe is our king, wafels ons ding en wie heeft manneke pie? Wie eet som friet met bier? We've got veel cities hier, Antwerpen, Gent, Brussel en Braga. Onze weerman slaat weer alarm, het is hier cold, bedam plots. Onze wegen liggen wat fout, FC the champions get never out. Ons drijverkeer is een little bit traag. Our schools is omlaag. But we have Rob and Ace it. So we watch YouTube graag. We also have the Walen. And speak a lot of talen. Vlaams, Frans, Duits en West-Vlaanderen. Die whole country loves Camille. Eating volle van Samson worst en som broodjes kip curie. Even lekker als Steffi Merci. So that is ons Belgenland. Die Ardennen en de strand. This culture of koolruit en frituur schept een beautiful band. Oké, kindjes, we gaan 12 uur rijden, dus het is belangrijk dat we rustig blijven. Ja. Godverdomme, zo vlak bij de chauffeur! Mama, mogen we McDonald's? We hebben McDonald's thuis! Kinderen, ik hoop dat jullie alles mee hebben, want we rijden niet meer terug! Waar is papa? Oh. Doe dat. Mama, mag de deur open tijdens het rijden? Maar natuurlijk. En mag ik plassen op de zetels? Maar natuurlijk. En mag ik het lichtje van de auto aandoen? Hoe dat het gaat! Sla rechts af. Die GPS trekt op niks, jong. Weet je wat op niks trekt? Jouw kop. Als jullie nu niet stoppen met ruzie maken, spelen we het gele autospel zonder gele auto's. Ja. Er is maar één ding om te doen in de files, en dat is luisteren naar Harry Styles. Ik heb een relatie met de buurman. En nu ben ik jullie geruzie beu. Ja, we wisselen van plaats. Milan, rijden. Maar ik ben 7 jaar, ik heb geen rijbewijs. Kan me niet schelen, ik heb toch ook geen rijbewijs. Oh, we zijn bijna op de Belgische wegen. 3, 2, 1.